Bij science fiction denken veel mensen aan verhalen die zich in de toekomst afspelen. De science fiction gaat over raketten, of ufo's, of ruimtereizen. Men gaat ver weg, men gaat naar een andere planeet of een andere ster. Met de snelheid van het licht, er worden grote ruimteschepen gebouwd, dat soort dingen. Maar dat hoeft niet per se. Science fiction is fictie op wetenschappelijke grond. Dus wetenschappelijke fictie, science fiction. En dat betekent dat je ook een science fiction roman of verhaal kunt schrijven dat zich in het nu zich afspeelt. Of desnoods in het verleden. En dat komt niet vaak voor zover ik weet. Maar het is wel een keertje gebeurd in 1813 door Willem Bilderdijk. Willem Bilderdijk publiceert toen een boekje Een aanmerkelijke luchtreis. En dat speelt zich af ergens in de 18e eeuw. En de luchtballon was toen net uitgevonden. En dat was toen wel een dat was een soort van revolutie. Dat kon voor het eerst, konden mensen vliegen. En het gaat over een man die is in Perzië terechtgekomen. Die vertelt daar over de luchtballon. Dat vinden ze allemaal een raar verhaal. En hij zet tot aan mensen aan het werk. En inderdaad, hij maakt een luchtballon. En hij laat zien dat je daarmee kunt vliegen. Maar er gaat iets mis. Hij gaat te hoog. En hij gaat hoger en hoger. En op een gegeven moment komt hij zelfs ergens op een andere planeet terecht. Zo een planeet die niet vanaf de aarde te zien is. Dus dat is een planeet die achter de maan is, of ja, aan de zijkant van de maan, maar steeds op zo'n manier dat je hem net niet kunt zien vanaf de aarde. En daar landt hij dan. En hij loopt daar rond. Er zijn ook dieren en er is plantenbegroeiing. Daar kan hij dan een beetje van leven. Die dieren die zijn allemaal een beetje raar. Hè? Maar daar zijn ook dieren voor tenslotte. En hij vindt op een gegeven moment ook een hutje en menselijke resten. En ook een inscriptie. En daaruit maakt hij op dat die man die daar ligt, dat Abaris is. Een oude Griekse reiziger die natuurlijk nooit bestaan heeft. En dan weet de hoofdpersoon van ik ben hier gewoon en die Abaris is hier dus aan zijn eind gekomen. Maar ik wil eigenlijk zelf ook alweer terug. Ik wil niet eindigen zoals deze arme man hier, ik wil ook weer terug. En dan begint hij toch zijn ballon weer op te bouwen. En het lukt hem om terug naar huis te komen en dan kan hij dat vertellen wat hem overkomen is. En het leuke aan dit boekje is, het is van Willem Bilderdijk. En ik hou eigenlijk helemaal niet van Willem Bilderdijk. Ik vind hem veel te omslachtig en literair doen. En dat is niet. Dit is niet mijn literatuur, om zo te zeggen. Maar dit is wel goed gedaan. En hij maakt ook nog. Hij doet er ook nog iets leuks bij. Dus het heet eigenlijk is het. We kennen het als een aanmerkelijke luchtreis. Maar het heet eigenlijk kort verhaal van een aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking. Uit het Russisch vertaald. En dat maakt het wel leuk, want het is natuurlijk helemaal niet uit het Russisch vertaald. En Bilderdijk staat hier in de Nederlandse literatuur eigenlijk ook aan het begin sowieso van science fiction. Het is een van de vroegste science fiction vertellingen. Als het gaat over reizen rondom de wereld of onder zee, dan denk ik altijd aan Jules Verne, de Franse auteur. Maar Bilderdijk was die Verne toch wel even wel behoorlijk wat voor. En de Time Machine van A.G. Wells zit helemaal aan het einde van de 19e eeuw. En Bilderdijk was aan het begin van de 19e eeuw vroeg bij. En hij deed nog dus iets anders met zijn uit het Russisch vertaald. Dat is zogeheten manuscriptfictie. En daar maak je je verhaal geheimzinniger mee. En die Bilderdijk die sprak natuurlijk helemaal geen Russisch. Dat heeft hij gewoon zelf verzonnen. Maar het mooie is, een verhaal ergens vandaan halen is interessanter dan een verhaal zelf verzinnen. Want een verhaal zelf verzinnen, dat kan iedereen. Ga er maar gewoon eens desnoods een dag voor zitten met wat pen en papier. En je verzint de naam van een hoofdpersoon en die heeft ouders en die woont ergens. En voor je het weet heb je toch, en die wordt verliefd op iemand, maar die andere persoon niet op hem of op haar. En dan heb je al een verhaal. Dus een verhaal verzinnen, dat is helemaal zo moeilijk niet. Maar moeilijker is een verhaal ergens vinden. Vind maar eens een verhaal. Waar moet je zoeken? En Bilderdijk laat met zijn uit het Russisch vertaald zien dat hij desnoods helemaal naar Rusland is gegaan om daar een heel bijzonder verhaal op te diepen. En dat plaatst dit allemaal in een soort leugenachtige sfeer. Want mensen wisten in die tijd ook heus wel dat Bilderdijk dit niet uit het Russisch had vertaald. Maar ja, je gaat dan toch een beetje mee in dit verhaal. Dat is de bedoeling en dat is de kracht van literatuur ook. Dat maakt het verhaal allemaal net een beetje bijzonder, net een beetje gekker, net een beetje
anders dan de gebruikelijke verhalen. En dat is het leuke aan deze beeldentijd, aan een aanmerkelijke luchtreis.